Het is 11 mei 2013 en ik sta hier nu in de Vredenburg in Utrecht, waar nu de kunstbende plaatsvindt. De kunst- en cultuurwedstrijd voor jonge aanstormende talenten. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Oh. Wie bent u en wat doet u? Nou, ik ben Elvira Stijn en ik ben de regio-coördinator van de kunstbende. Aangenaam. Wat houdt de kunstbende in? De kunstbende is een talentenwedstrijd in 8 disciplines. En, welke disciplines? Wij hebben de disciplines muziek, DJ, taal, fashion, film en animatie, theater en performance, dans. Ben ik er een vergeten? Het zijn er al. En Expo. Oké, jongens, we zijn nu backstage. We gaan kijken of we een paar goede artiesten kunnen interviewen. Nou, let's go, daar zijn ze. En wat doe je hier bij de kunstbende? Ik doe vandaag 2 optredens. Ik ga over 10 minuten dansen. En over een half uurtje of zo daarna ga ik ook rappen. Ja, dit is de eerste 10 minuten. Heb je dan extra erge spanning? Ja, gisteren bijvoorbeeld helemaal niet. Maar nu zit ik echt zo van, ja. Yeah. Ik kan niet. Toch niet een beetje trillende handen en zo. Maar dat net niet. Is de spanning al gewoon weer een beetje weggegaan? Nu wel. Maar het moet over een half uur weer voor muziek, dus over 20 minuten voel ik het weer. Succes! Bedankt. Oké, Sam, jij bent jury bij de kunstbende. Hoe is dat zo gekomen? Ik heb vorig jaar met mijn bandje Close-Up hebben meegedaan aan de categorie muziek. En toen zijn we eerste geworden. En dan bij de kunstbende word je dan automatisch opgenomen in de jury van het jaar daarna. Tot nu toe gewoon heel veel echt goede acts gezien. En ook mensen die gewoon nog niet zoveel optreden. Dat je echt denkt van jongens, ga een podium zoeken. Dit is fucking vet, dit moet je gaan delen. Oké, nou wat doe je hier? Nou, ik ben DJ. Vorig jaar was een vriend van mij, die deed ook mee. En die zei dat het leuk was. En die raadde het mij ook aan. En toen heb ik me ingeschreven. Ja, het was geen van een kick. Want hebben jullie al ervaring ermee dat finalisten echt veel groter uitgroeien na de kunstbende? Ja, we hebben in het verre verleden heb je Roastbeef, Claudia de Breij, Ajib Amhali, Jesser, Jan Kooijman. Die begon bij de kunstbende ook? Ja, ze zijn allemaal begonnen bij de kunstbende. Wat vind je van de kunstbende? Ik vind het een heel tof evenement eigenlijk, dat jonge talenten eigenlijk hun passies mogen delen met anderen. En dat in verschillende categorieën. Ook heel tof dat DJ's ook mogen meedoen, dat is ook weer een andere dimensie. En als ik dan prijs win, dan is het heel mooi meegenomen, maar ik vind het heel tof dat ik hier mag staan zingen. The door was slipping through my fingers, when even a thousand words are not enough. En nummer 1 is geworden Christian Sebastian. Nou, ik vind het echt te gek, want ik had totaal niet verwacht. En om de eerste te worden van zoveel deelnemers eigenlijk ook helemaal te gek. Super vet man, het was echt fucking goed. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dit waren de voorrondes van de kunstbende 2013. Een dag bomvol talent. 29 juni is de landelijke finale in de Melkweg Amsterdam. Zorg dat je erbij bent.